Alex, zullen we beginnen met de bijzonderheden, de zieke boeg. Bijvoorbeeld Rick Ketting viel uit er in Den Bosch met een liesblessure. Ja. Hoe gaat het met hem? Ja. Nou, in eerste instantie dachten we dat het wel heel ernstig was. Het blijkt wel mee te vallen, maar die is er deze wedstrijd sowieso niet bij. En het is twijfelachtig of hij de volgende wedstrijd haalt, maar we laten dat sowieso eerst goed genezen. Twee andere jongens die geblesseerd zijn of waren, Steven Nieuwenhuis en Kenny Thijs, hoe gaat het met hen? Nou, Steve die is goed op de weg terug. Haalt deze uiteraard nog niet. Kenny is weer beter, om het zo maar te zeggen. Dus Steve niet, Kenny wel. Dus Kenny speelt ook zonder geweer? Nou, je hoeft nooit naar de opstelling te vragen. Dat geef ik nooit. Nee? Nee. Voordat we het over Jong Ajax gaan hebben van zondag, eerst even terug naar donderdag. Je zei toen na de wedstrijd, ik miste een beetje het frisse, het frivolen, wat wel in de voorbereiding te zien was. Daar is over gesproken, neem ik aan, dan ook deze week. Nou, ik vind dat je naar je mogelijkheden moet voetballen. En dat is in die wedstrijd slechts ten dele gelukt. Het was wel zo dat we in de loop van de wedstrijd steeds beter werden, steeds meer kansen creëerden. En dat kwam onder andere door frivol voetbal. En het is nou helemaal zo dat je uiteindelijk afgerekend wordt op de goals. En nou, wat dat betreft was ik eigenlijk wel tevreden dat het 1-1 bleef. Want het was niet zo dat, net als in een sprookje, alles weer goed kwam. In die laatste 20 minuten ging het vooral beter, hè? Toen de derde helft, noem ik het maar eventjes. Ja, die onderbreking die was voor ons eigenlijk vervelend, omdat we goed op de weg terug waren. En je moet toch maar afwachten hoe het naar zo'n onderbreking weer gaat. Dat was voor mij ook nieuw, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En als je een half uur met elkaar in die kleedkamer zit, dan het is een beetje lastig, want je weet niet wanneer je weer het veld op moet. En op een gegeven moment dan ben je plat gezegd ook uitgeluld. Maar goed, vlak voordat we het veld op gingen, toen hebben we de zaak wel weer eventjes toegesproken en op scherp gezet. We hadden ook een wissel voorbereid en het pakte goed uit, want we kwamen eigenlijk nog twee keer beter de kleedkamer uit als dat we erin gingen. Dan mag nu je eerste thuiswedstrijd. Is dat nog speciaal of niet? Nou, dat vind ik toch wel op een bepaalde manier spannend, moet ik zeggen. En ik vind vooral dat je uit kun je nog wel zeggen, ik speel niet voor het publiek, maar voor de punten. En thuis probeer je dat hand in hand te laten gaan. Want ik vind dat de spelers graag voor een vol stadion moeten spelen. En die mensen moeten ook naar het stadion komen en die willen wat zien. Nou, ik denk dat we wat dingen op scherp hebben gezet, waardoor het hartstikke leuk is om naar te kijken vaak. Vaak als wij trainers spreken of spelers spreken in de voorbereiding op een duel met belofte, zeggen ze ja, het is moeilijk om je op zo'n duel voor te bereiden, omdat je eigenlijk niet weet exact wat je kan verwachten. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat we op onszelf richten en niet op de tegenstander. Dus het werk dat we overdag elke dag doen is er vooral op gericht dat spelers herkennen hoe een tegenstander speelt en wat specifieke kwaliteiten zijn. En daar waar wij het weten zullen we dat vooraf al aangeven. Het is wel zo dat net als vorige week Ajax 1 en 2 op hetzelfde tijdstip spelen. Dus je kunt verwachten dat het met dezelfde spelers is. Ik verwacht niet dat Frank de Boer dat zomaar omdraait, die twee teams. Dus je kunt je er wel redelijk op voorbereiden. Maar nogmaals, het is volgens mij veel belangrijker dat je je goed voorbereidt op je eigen taak. Maar je rekent dus ook op een jongen als Sivkovic? Ja, dat lijkt me van wel. Ja, het is iets waar ik me niet zo heel druk om maak. Of Jan of Piet speelt, dat zien we zondag wel. Nee, ik zei ook al tegen Johan Voskamp, als je weet dat Ajax komt, dan voetballen kunnen ze allemaal. Dus eigenlijk maakt het ook niet uit welke jongens op het veld staan, denk ik. Ja, dat klopt. Maar het maakt mij ook niet zoveel uit tegen wie we spelen. Ik bedoel, op het moment dat je tegen de ene tegenstander beter gemotiveerd bent dan tegen de andere, dan mankeert er iets aan jou als sportman. Jullie trainden besloten vandaag. Wist de beheerder van de website dat ook? Dat weet ik niet. Nou, ik ging me voorbereiden op dit gesprek en toen keek ik op jullie website en toen kon ik een groot deel van de training volgen namelijk. Oké. Niet dan zeker, hè? Is het antwoord. Ik moet wel er eerlijk bij zeggen, daarna ging die op wit. Dus, maar je kon wel zien wie de hesjes aan hadden bijvoorbeeld. Oké. Ja, het zullen kinderziektes zijn, denk ik. Ja, ik vind het nooit zo handig om dat soort dingen allemaal openbaar te doen. En nou goed, echt overdreven spannend is het ook weer niet. Maar als we ons willen ontwikkelen, dan moeten we ook aan topsport peuteren. Nou, dat doen we daardoor.
Nog geoefend op vrije trappen of corners of niet? Dat gaan we morgen doen, ja. En die training is niet besloten? Nee, maar kijk, dan is het vaak zo'n chaos dat kan iedereen dat heel moeilijk waarnemen. En nogmaals, weet je, ik wil dat mensen het toegestaan is om te kijken. Maar er zijn ook dingen, ja, die hoef je niet per se prijs te geven. En zal het er nu niet toe doen, dan misschien volgend seizoen wel.